Je bent gehandicapt, hè? Ja. Hey Martin, hoe is het? Goed, is het jou? Ben ik heel erg verkeerd gereden? Shit, wat een slecht licht. Oh, het is gewoon mijn gezicht. Hey Martin, hi. Wat gaan we hier doen? Nou, ik ga niks doen. Oh? Wat ga jij doen? Komt het er weer allemaal op mij aan? Hey Kai, wat doe jij hier? Ja, dit doe ik er ook nog even naast. Leuk. Ja. Wat zit er achter deze deur? Nou, moet ik nu spieken. Meneer, heeft u iets gezien? Ja, nou ja, opeens stond dat ding stil. Kermis Wem is eigenlijk een groot journalistiek project in Tilburg tijdens de Tilburgse kermis. En daar kan je alles zien van wat er op de Tilburgse kermis gebeurt. Shelley. Hi. Hey, vertel even, wie is jouw grote voorbeeld op de radio? Ja, dat is Silke. Waarom? Ja, omdat ik gewoon een geniale producer vind. Maar dat wil jij later ook? Ja, heel graag. Als je iets met journalistiek hebt, is Kermis FM echt een topproject. Ben je nu wel te laat? Want het is nu de inschrijving al gesloten, toch? Of niet? Ja, je kunt altijd kijken als je echt, echt heel graag wil. Dan is het staat natuurlijk de deur van talent altijd waar wij te openen. Oké, ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Ja, waar zet je hem? Naar beneden. Moet je even zo naar beneden wijzen. Daar? Ja, daar. Daar? Ja, daar. Ik heb het echt veel geleerd, dus ga ik mijn eigen radioshow ook weer gebruiken. Hey, Stefan, vertel even wat je komt doen met Kermis FM. Eigenlijk kom ik voor techniek en film en zo, maar jij hebt mij net een hele mooie cursus nieuwslezen gegeven. Jij wordt gewoon nieuwslezer, toch? Ja, uiteindelijk wel. Ik ben Jimmy. Oké, en wat wil je gaan doen? Van achter de schermen, denk ik. Misschien beter. Misschien meer productie. Maarten? Hoi. Ging al goed, hè? Ja, ja, hij was leuk. Zo binnen. Ook een nieuwslezer in spe. Klopt. Dat zou maar kunnen inderdaad. Ja, maar wat wil je nog meer gaan doen met de kermis? Radiopresentatie en techniek vooral. Gewoon met hete hits, zoiets? Ja, zeker in de zomer, hè. Dan zijn ze extra heet. Dan zijn ze extra heet. Kijk, dit is wel een radiograpje. Wat wil jij worden? Filmpjes monteren, filmen. Misschien af en toe een keer verslag geven. Eindelijk kan ik zien hoe dit wordt gemaakt. Ik kijk dit. Ja? Ja, ik ben geabonneerd. Ik kijk bijna dagelijks blogs, heel erg. Ja, ik heb het al vaker live gezien. Ja, jij hebt er wel ingezeten ook. Ja, ja. Dat heb ik ook gezien. Marit, wijs even ergens in beeld. Dan link ik even naar je filmpjes. Ja. Andere kant, de kant. Ik ben Michiel. Oh, en heb je al een beetje ervaring? Of, Ja, een beetje. Hallo. Hallo, jongen. Ik aan. Ja. Hey, hoe is het? Ja, sorry. Ja. Niet. Ja, echt? 26? Toevallig. 2 maanden? Ja. Hey Ria, hadden wij al gezoend? Nee, door jou niet. Sorry hoor. Zoenen. Hoe is het? Goed. Wat is dit? Moet je erin kijken. Is het een cadeautje? Ja. Ja, dat krijg jij dus niet, hè Bram? Had ik vroeger veel vriendinnen? Nee. Nee, hè? Nee, ik ben niet zo goed met vrouwen. Nee. Zelfs niet met mij. Oh! Jongen. Ik zal wat vaker langskomen, ik snap de hint. Nee, maar ik had vooral vrienden, geen vriendinnen, toch? Had je vrienden? Dat is mij ook niet opgevallen. Nou, wij zijn er wel bevriend, Ria. Ja, nooit... jij bent getrouwd, hè? Oh, dus dan mag het niet. Ja, je bent gehandicapt, hè? Ja, dat klopt. Ook nog. Dus ik ben niet goed genoeg voor jou. Ben ik niet goed genoeg voor jou, Ria? We zitten een persoonlijk profiel van mij in te vullen met mijn karakterpunten. Voor een cursus. We hebben bijna slaande ruzie. Kom er niet uit. Nou, je moet zeggen wat jij niet bent. Of wat jij het minst bent. Fantasierijk, meegaand... verstandig en assertief. Ja, dan ga ik toch voor verstandig. Reageer in de comments. Ja, is al gedaan. Zo. Ach, klooi hoor. Ja, dankjewel. Ja, okay. Waarom win jij altijd, man? Omdat ik kloek weer als de rest. Omdat ze vals speelt, denk ik hoor. Maar je kan naar boven nog wel knikken. Wat bedoel je? Dus hij kan nog wel dit doen, zeg maar. Ja, ja. Maar zit dat niet in de weg? Dit kan niet. Bedankt voor die bloemen. Ja, bedankt voor het helpen en voor de gezelligheid.